dames en heren, maar bovenal een hartelijk welkom. Deze kick-off van de 10e Veteranendag. Het is een campagnebeeld. Wij meten elk jaar een aanzienlijke strijd om met elkaar te beslissen, te kijken, te wikken en te wegen welk beeld kunnen wij vinden om gestalte te geven aan de campagne en met name ook het evenement. Belangrijk element van deze, dit veteranenjaar zal ik maar zeggen, namelijk een eigen verhaal van veteranen terugblikkend op hun missietijd. Juryvoorzitter, nogmaals geen verbeet, de anderen hebben daar een keuze uit gemaakt. En die mag ik jou als eerste voortgeven. Ik ben zelf als Kamervoorzitter in Afghanistan geweest, in Uruzgan. En het zal geen verrassing zijn dat met name het verhaal van de jongeman die in Afghanistan geweest is, dat mij dat het meest aanspreekt. Wat eigenlijk in alle verhalen terugkomt is kameraadschap. Is kameraadschap over lange tijd heen, dus altijd loyaal blijven. En in willekeurige volgorde vraag ik even Kazimier Struik op te staan als vertegenwoordiger aan de geestelijke verzorging en defensie, die voor het eerst dit jaar een detachement uitbrengt in het defilé met 20 mensen, kijk eens aan, allemaal geestelijke verzorgers die dan veteranen ook zijn en meelopen. Daar gaan we later over uitleggen. Dat geldt ook in die detachement voor de dienst justitiële inrichtingen, waarvan Jan Hut de bedrijfsleider is en Johnny Dolvin, als ik het goed zeg, de detachementscommandant wordt. Johnny is ook veteraan. Ab is de vertegenwoordiger van de openbaar vervoerder in Den Haag, de HTM. Ook die brengen dit jaar voor het eerst een detachement uit. Dat doen ze in een hele goede samenwerking met de spoorwegen. Je ziet dat kan toch wel heel goed gaan met die openbaar vervoerder samen. APPLAUS.